Dames en heren, Marit Bouwmeester, Olympisch kampioen zeilen, woont in Voorburg, Leidschendam-Voorburg. En daar zijn we natuurlijk reuze trots op, Marit. Kok van Rijn, bestuurslid Danscentrum. Wil jou graag even iets overhandigen namens alle winkeliers daar. We hebben een lekker flesje wijn vanuit het centrum. Het staat er zelfs helemaal op. Genieten aan de friet. Oh, en we hoorden dat jij voor gezonde dingen bent. Dus we hebben een lekker groente- en fruitchips. Ja. En een lekker radijschips bijgedaan. Dat je gewoon toch lekker te snoepen zonder dat het slecht voor je is. Okay. Applaus, dames en heren. Helemaal leuk. Dankjewel. Leidschendam Voorburg. Ja, we wilden ook met jou even delen dat wij natuurlijk bijzonder trots zijn op Marit, Olympisch kampioen in Voorburg. Ja, absoluut. Wat is jouw gevoel erbij? Ja, ontzettend trots natuurlijk om jou in ons midden te hebben. En namens alle ondernemers hier in het Huygenskwartier wil ik je enorm feliciteren. En ook namens iedereen zeggen dat we ontzettend trots op je zijn. Dus we zijn een rondje gaan wandelen tussen alle winkeliers en gevraagd of zij iets voor jou hebben. Dat is dit tasje geworden. Dat zijn allemaal cadeautjes. Dus die wil ik je graag overhandigen. Plus hier heb ik een cheque voor €50. En dan kan je gewoon iets moois uitzoeken hier in het oude centrum van Voorburg. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Benedictje blijft heel even staan. We hebben net de redactie van het Voorburgs Dagblad heeft Hans-Peter Klaasinga uitgeroepen tot politicus van het jaar. Binnenkort in onze digitale krant zullen wij daar uitvoerig middels de uitzending van Bij Bart aan tafel op terugkomen. Maar ook Hans-Peter Klaasinga, hij was net je tafelgenoot. Maar zou jou toch ook graag nog even iets willen toezeggen? Hans-Peter Klaasinga, onze politicus van het jaar. Kijk, kom erbij, Hans-Peter. De gemeente Leidschendam-Voorburg is natuurlijk hartstikke trots op zo iemand als jij binnen onze gemeentegrenzen. Ik heb in ieder geval van Bart begrepen dat er vanuit de gemeente nooit echt een reactie is gekomen. Bart zei tegen mij van, joh Hans-Peter, dat mag jij doen. Nou, je hebt net begrepen dat wij de grootste partij in Leidschendam-Voorburg zijn, gemeentebelangen. En ik heb je net al in de auto, toen we hier naartoe werden gebracht, een aantal dingen gevraagd. Ik weet dat je uit Wartena komt. Ik weet dat je hier tegenwoordig woont, dat je een fantastisch mooi huis binnenkort krijgt. En we hebben hier in Leidschendam water, vlietwater. Ik begreep dat in Rio het water heel slecht was. Dat heb je net ook in de auto gezegd. Maar het vlietwater hier is zo verschrikkelijk schoon. Dus als gemeentebelangen zijnde mag ik jou dit cadeau aanbieden. Je zei net al dat je in Tokio bent geweest om te kijken waar de winkelcentra zijn. Dit zijn winkelmuntjes, winkelwagenmuntjes van gemeentebelangen. Ik heb er 5 even meegenomen. Heb je er meer nodig? Bel gerust op. We hebben er nog een aantal. Dan kan je overal waar je bent, kan je gewoon een winkelwagentje pakken met het winkelwagenmuntje van gemeentebelangen. Hierin zit een passend cadeau. Het is vlietwater. Het is hartstikke gezond voor je. En nogmaals, enorm gefeliciteerd. En wat ben ik trots op iemand zoals jij binnen onze gemeente. Dankjewel. Mooi gesproken, Hans-Peter. Dankjewel. Oké, tot slot een afsluitend nummer van Forum Adriani.